Nooit eerder stond het huis zo in het middelpunt van ons leven als in deze bijzondere tijd. En dat is natuurlijk een extra goede reden om je interieur wat uitnodigender te maken gedurende de feestdagen met vrienden en familie. Interieurstyliste René van Koon van der Horst laat me zien hoe zo'n prachtige tafel van het Italiaanse designlabel Molteni feestelijk en sfeervol dekt. Helemaal Christmas ready. Hi René. Hi. Nou, super dat je me mee gaat nemen in het opdekken van deze prachtige tafel. Ja. Want wat zijn nou eigenlijk de kersttafeldecoratietrends? Dit jaar zien we veel bronskleuren, aardetinten en ook veel mooie diepe kleuren als petrol en donkerblauw. Ja. Dus warme kleuren die de decembermaand goed passen. Ja. Dat zien we dit jaar veel en ik heb gekozen voor de aardetinten, een beetje roestkleur gecombineerd met koper en goud. Zullen we beginnen? Zullen we doen? Ja. Ja, goed plan. Ik heb gekozen voor mooie onderzetters. We hebben een hele mooie houten tafel van Molteni waar ik het blad graag van wil blijven zien. Dus geen echt tafelkleed of tafellopers, maar mooie leren onderzetters. Mm-hmm. Die een beetje meegaan in de kleur en daar zie je zo meteen het servies heel mooi op. Ja. Nou, wat heb je uitgekozen voor bestek? We hebben een koperkleurig bestek uitgekozen. Ja. En de etiketten dan, kerstetiketten, want we hebben natuurlijk normale etiketten. Maar wat is nou anders dan anders in de decembermaand? Ik weet niet of er echt iets anders is in de decembermaand, maar ik vind wel dat je bij het kerstdiner echt het complete plaatje moet doen. Dus echt uitgebreid in je bestek voornamelijk. Maar wat gaaf dat dit zo vies van jouw oma is. Ja, ik vind het juist leuk om nieuw met oud te combineren. Ja. En dan juist het servies is iets, heel veel mensen hebben een dit is dan toevallig het trouwservies van mijn oma. Mijn moeder heeft dat altijd bewaard en wij gebruiken dat ook regelmatig. Persoonlijk gaan we het zo meteen maken met naamkaartjes en een klein menuutje van het diner. En ik vind ook dat inderdaad die erfstukken gebruiken, dat het wel heel persoonlijk maakt. Want dat is natuurlijk bij iedereen anders. En heb je nog een paar goede tips en tricks voor mij? Tips en tricks? Ja. Doe het stap voor stap en probeer... Wat ik altijd belangrijk vind is dat het allemaal... recht ligt en recht staat. En doe dat ook meteen, om het even zo te zeggen. Dus ga niet achteraf je hele setje nog recht proberen te krijgen. Maar als je meteen netjes alles indekt, dan ziet het er het meest verzorgd uit. Ik zet de waterglazen eigenlijk altijd bij de wijnglazen. Dus ik zet hem zo tussen, zodat alle glazen aan dezelfde kant staan. Ik heb bij de servetten een mooie servetring toegevoegd. En daarna heb ik eigenlijk ook een natuurlijk element gepakt. Ik heb nu gedacht van, nou, mensen zijn in deze tijd veel buiten. Ja. We moeten erop uit, maar we mogen niet overal heen. En je bent veel buiten, dus misschien is het leuk om juist met zo'n kersttafel dan te denken, ik neem iets moois mee uit het bos. Of mm-hmm. Ik heb een bepaalde plant in de tuin, die heeft mooie bessen. Nou, de kersttafel die... De basis staat. Ja, ik denk dat we het mooi af kunnen maken met wat decoratie op de tafel. Ik heb gedroogde bloemen, mooie vaasjes en de kaarsen. Ik vind natuurlijk ook prachtige vazen. Ja, ze passen mooi in het kleurthema. Dus brons en koper. Kies voor mooie lange dinerkaarsen in mooie kleuren die bijpassen bij de decoratie. Nou, de kersttafel hebben we gedekt. Ja. Maar hoe creëren we nou die ultieme kerstsfeer met het interieur? Met het interieur? Als eerste zou ik zeggen de kerstboom. Zet hem lekker neer en decoreer hem volledig. En leg zo vroeg mogelijk ook al lekker wat cadeautjes eronder. Dat geeft toch wel echt de kerstsfeer. Wij hebben hier ook lekker het haardvuur in de buurt. En ja. Dat vind ik ook echt wel een december maand must have. Ik denk dat we Christmas ready zijn. Helemaal goed.